Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Kees van Kooten en Marieke Lucas Reineveld. Marieke Lucas, ik heb iets voor je meegenomen. Mm-hmm. Heel blij dat ik je zie en ontmoet en met je mag praten. Omdat ik vind dat iedere kunstenaar, of het nou een schilder, een beeldhouwer of een schrijver is, of een muzikant, een muzikus moet ik zeggen. Ik heb altijd een hobby gehad en dat was proberen om van de naam van zo'n persoon een anagram te maken. En je weet wat een anagram is natuurlijk. Mm, yeah. Het bekendste anagram, een van de bekendste is bijvoorbeeld van Salvador Dali, die gek op geld was, is het anagram Avida Dollars. Salvador Dali. Er is een anagram op Marieke Lucas Reineveld. Ben ik wel heel benieuwd. Dit is jouw naam, hè? Ja. En het anagram is dit. En dat is een anagram dat voor een deel gebaseerd is op je laatste meesterlijke boek. En dat is dit, komt eruit. Eerlijk veulen, drama, sick. Sick, in het Latijn. Dat stond dit geschreven, toch, dat was zo. Dit is toepasselijk toch? Bij ja. Ja, dit past zeker. Ik zal ik ook eventjes even zeggen voor mensen die natuurlijk nu kijken. Kees van Kooten, ja, eigenlijk hoef ik niet voor te stellen, toch? Kees van Kooten, voor mij vooral bekend van Kooten en de Bie. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger, toen mocht niet kijken van mijn ouders. Dat hoorde ik vaker. Dus ik heb het soort van, ik heb het later ingehaald. Ik vind je de meeste van de taal en van de humor. En die spitsvondigheid in de films, maar ook in je werk. Daar heb ik altijd nog steeds van genoten. En wat het mooie is dat het zo tijdloos is. En ik vraag me eigenlijk af, we gaan natuurlijk straks vragen stellen, ja, elkaar ook. Ja. Maar ik vraag me af, toen jullie begonnen met Simplistisch Verbond. Toen wisten jullie toen van, dit is iets wat we maken, dat dit is tijdloos, dit blijft altijd, dit gaat terugkomen. Of als je bijvoorbeeld nu, we hoeven maar een Pasen, Kerst of de lente, altijd komen de filmpjes van de Kooten en de Bie komen weer terug. Ja, ja. Nou ja, het was natuurlijk in de allereerste plaats een boezemvriendschap. Ja. Iemand met wie je kon lachen. En Wim zat twee klassen hoger dan ik op het Dalton Lyceum in Den Haag. En ik moest met hem lachen. En er was niets heerlijkers aan ons werk dan een scène bedenken en samen de slappe lach krijgen. En dat tijdloze, het actuele, is niet zozeer onze verdienste als wel het vaderlandse manco. En daar bedoel ik mee dat iedere 10 jaar zijn er dezelfde discussies. Iedere 10 jaar gaat het over de zorg, over het onderwijs, over criminaliteit enzovoort enzovoort. Dus wij keken om ons heen en maakten dan een scène als een type. En wij kozen types nooit om gekke mannen te maken. Maar dat waren dan mensen die het slachtoffer waren of de pleitbezorger van een ontwikkeling die gaande was in Nederland. En iedere 10 jaar gebeurt hetzelfde. Die actualiteit is cyclisch. Ja. Dus nu kun je wel zeggen, goh, wat waren die jongens actueel toen? Ja, dat is zo. Maar het is dezelfde actualiteit die we behandelen. Maar het gaat natuurlijk vooral dat jullie iets deden wat zo raak was. En dat het herkenbaar was. En dat het voor het eerst was dat mensen dat of dat iemand dat zo neer kon zetten. En dat waarschijnlijk maakt dat het weer steeds terugkomt. Want ik bedoel, het wordt vaker gedaan. Hè? De typetjes worden vaker gedaan. Maar jullie waren wel echt de meesters, zou ik zeggen. In het, voor mij in ieder geval. Ja, en die typetjes die, als er iets aan de hand was, dan vroegen we ons af, wie van de staltypes kan daar het beste iets over zeggen? Kan zich daar kwaad over maken? Of kan het slachtoffer zijn van die ontwikkeling? En dan werkten wij ook met cameraman Paul van der Bos, geluidsman Roel Bazen, productie Maud Keus en Anje van der Grijn Griem. En dat was alles. Er was geen second unit. We konden ontzettend veel doen op een dag. En
We konden die types op straat laten reageren op wat er aan de hand was. En je kon ook nog gewoon een mevrouw uit een groentewinkel komend vragen. Mevrouw, komt u even nog eens een keer eruit en zegt dan, het is maar wat met die aardappelprijs. Ja hoor, is maar wat. Dat kun je niet meer doen. Nee, dat is niet. Zo in het openbaar filmen. Iedereen deed mee, ja, die we tegenkwamen. Ja. Werd ook nooit gerepeteerd. Dat ging vanzelf. Maar had je voorkeur voor een typetje? Dat je dacht van, nou, dit vind ik nou echt, dit vind ik het allerleukste om... Nou ja. Als we hadden wel een idee van, dit moet een man zijn die... Kijk, de fout, wie ben ik om te zeggen dat er fouten zijn in het maken van types. Maar de vraag is altijd, what makes him tick? Wat schuilt er in die man? Waar is die kwaad om? Waar is die blij om? Wat vindt hij prachtig? Wat zou hij graag willen? Dan begon het. En dan hadden we iets bedacht. We gingen zitten in de spiegel. Bij ons thuis ook. Het ging allemaal thuis. Broodjes smeerden onze vrouwen. Allemaal thuis. Kinderen speelden wel eens een rolletje mee. En als we dan in de spiegel zaten en Arjen begon. En Arjen zei, nou, zou die een lok hebben, die man? Nee, dat is sportief. Hoe dan? Scheiding? Ja, een scheiding. De lul met een scheiding. Oké, een scheiding. Dan zag je het type groeien. Maar je wist het nog zelf niet, hoe die zou gaan opereren. En je had ook nog geen stem. Maar de stem die kwam bij het gelaat. Ja. En als het dan paste. En zeker als we met z'n tweeën in die spiegel zaten. En we zagen dat het een fantastisch echtpaar was, bijvoorbeeld. En ik dan als man natuurlijk, was ik bij voorbaat de kleine van dat echtpaar. Dat snap je wel. Ja. En Wim heel groot. Ja, dat was... Ja, dat is ongelooflijk geluk. We moeten toch ook heel vaak hilarisch zijn geweest om dit samen... Nam het dan op, maar werd het dan, het ging dus niet opnieuw. Het was wel in één keer. Nou, het was wel eens dat we erin bleven hoor, in de scène. Ja, dan moest het toch opnieuw. Als zelfs Wim iets zei als de burgemeester van Juinen. Als ze door Juinen rondlopen bijvoorbeeld. En wat me te binnen schiet nu, de wethouder zegt. Die leidt die nieuwe burgemeester rond. En die zegt, ja, het burgemeester, dit was... En dan zegt Wim, die kon het fantastisch, zo chic doen. U kent allemaal zo'n handige fietsgleuf waar u dan de fietsen in kunt zetten. En hier in Juinen, burgemeester, de fabriek bestaat niet meer hoor. Bestaat niet meer, Hekking? Nee, die is naar Thailand gegaan. Thailand, Thaise gleuven? Nou, dat was bijvoorbeeld een lacher, weet je. Ja, dat was toch het fantastische. Dat was heel, en dat kon allemaal dankzij de VPRO. Ja. En de VPRO stoorde zich nog niet aan kijkcijfers of kijkdichtheden, helemaal niet. En aan de top van de VPRO zaten hele wijze, leuke, ontwikkelde mannen. Jan Blokker, Arie Kleiwert, Roelof Kiers, Hans Keller. Dat waren geciviliseerde kerels. Die jullie ook die kans gaven om dit te doen. En nog geen flitsmannetjes die na een jaar weer weggingen. Ja. Dat bestond allemaal niet. Het was een andere tijd. Een andere tijd, ja. Zullen wij naar de vraag gaan? Ja, sorry. Anders dan... Neem jij de eerste? Ja, of is het? Ik zal even kijken. Kijk, welke schrijver heeft de grootste invloed gehad op je schrijverschap? Remco Kampert. En een goede vriend dus ook, hè, Remco Kampert? Ja, en fantastisch vond ik, was ik zo blij omdat ik hier op bladzijde 330 bij jou lees... Het gedicht. Dat jij zegt, het gedicht, het verzet... Prachtig gedicht. Fanfare heeft gedaan en gespeeld. En je hoort en je kent die hele meneer Kampert niet. Dat is het is ook zo'n heerlijk komisch zinnetje. Die hele meneer Kampert, dat zegt een puber, hè? Ja, ik ken die hele man niet. Ik ken die hele winkel niet. Was ik zo blij om. Omdat natuurlijk. En Remco gaf mij het eerste kijkje in de buitenwereld zoals we wilden dat hij zou moeten zijn. In het leven is verrukkelijk natuurlijk. Ja, was dat het eerste werk? Ja, en dat was een bijbel voor mijn generatie jongens. Zeker jongens. Ja. En was dat ook al met zijn poëzie eigenlijk? Soms heb je dat je bij... Het duurde wat langer voordat ik dat doorkreeg, die poëzie. Die beelden waren minder direct dan zijn romans en zijn verhalen. Misschien op zo'n leeftijd... Want hoe oud was je toen je dat boek las? Nou, het leven is verrukkelijk. Dat was ik 17, denk ik. 16, 17. Ja, maar dan is dat ook een leeftijd dat je
vaak eerder tot romans. Dat je daarmee wordt getrokken. Ja, en op onze leeslijsten, de verplichte leeslijsten, die gingen niet veel verder dan De Dood van Mijn Poes van Jacobus van Looy, weet je wel. Er werd helemaal, laat staan, Reven en Hermans ook niet. Mulies kwam pas later een beetje op die lijst. Maar Remco stond er ook eigenlijk niet echt verplicht op, hoor. Hoe ben je dan in aanraking? Werd het je aangeraden? Of hoe kwam je met het boek? Ja, het was een periode... het is te gek om te zeggen, er waren nog niet zoveel boeken. Maar de ongelofelijke... Niet zoals nu. Denderende zoals... hoop die op je afkomt nu, dat is... was het niet. Het was kleiner. En je las dan ook met een aantal vrienden. Het was een literaire reuzenpocket... Er was al eerder verschenen bij De Bezige Bij van Remco Eendjes Voeren. Dat waren hilarische, korte verhalen. Met bijvoorbeeld, om zijn gekte te schetsen en de humor, een kikker die banaan heet. Banaan. Ja, dat vond ik al het meeste. Ja. Een kikker die banaan heet, die steekt in een tijl het kanaal over en gaat naar Engeland. Een kikker die banaan heet. En daarna kwam Het Leven is Verrukkelijk dan. Ja, dat en dat was een eye-opener. Ja. Ja. Ik moet die vragen. Ja, dat is, dat mag. Moet ik dan dezelfde kaart nemen en ook die weer aan jou vragen? Nee, mag ook een nieuwe. Ja. Over welk onderwerp zou je nog wel eens willen schrijven? Over welk onderwerp? Mijn lieve gunsteling was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het zou komen. Dat was er ineens. Ik was bezig met een boek over de watersnoodramp. Ja. Dus een Zeeuwse roman worden. Maar ik liep erin vast. En eigenlijk kwam op dat moment mijn lieve gunsteling. Maar ik denk dat ik dat thema, dat heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. En ook nog dat er nog steeds, vooral de Zeeuwen, bang zijn dat het... dus op generatie op generatie, dat het nog een keer komt. Ja. En kijk, als kind zie je op de basisschool, zie je natuurlijk in de geschiedenislessen zie je al die beelden. Ik kom van een boerderij en ik zag dan ook al die dieren die dan in het water dreven. Dat altijd het beeld die me bijbleef. En ik dacht van ja, ik zou later, eigenlijk het afgelopen jaar dacht ik, want ik zou er heel graag een boek over schrijven vanuit zo'n Zeeuwse jongen die eigenlijk nog steeds bang is dat water komt. Ja, Ik denk dat nog gaat komen. Dat is eigenlijk mijn volgende idee. Weet je dat ik gunsteling heb opgezocht in Van Dalen? Het woord. Het is een heel oud klassiek. Het staat er niet in Van Dalen. Nee. Prachtig woord. Ja, prachtig woord. En dat dankbaar compliment wil ik je ook even maken. Het is lyrisch meanderend. Ik kan het niet beter zeggen. Lyrisch meanderend. En soms verdenk ik je ervan, Rieke Lucas, dat je zo lekker bezig bent en dat je denkt, ja, maar die zin kan nog 2 pagina's langer. Je hebt zinnen van 3, 4, 5 pagina's. Ik heb genoten. Ik genoot van hoe ik dit dat ik me door kon gaan. Ik heb het ook echt in een storm geschreven, omdat ik dacht, als ik een punt ga zetten, dan is het over. Ja. Dan is maar dat vind ik zo goed. Omdat voor de lezer, hij moet maar meegaan. Waarom heeft hij die punten nodig? Ja, en als je de denkwereld van iemand beschrijft, dan denkt iemand ook niet een halve gedachte, gaat dan eens even naar buiten zitten kijken en denkt dan een volgende gedachte. Dat loopt als één stroom door. En dat is ook en natuurlijk die waterval vind ik zo fantastisch. Dat is natuurlijk ook de aard van de veearts. Dat is het hele obsessieve. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zo... Ik had bij dit schrijfproces echt dat ik haast begeesterd was door mijn eigen schrijf. Dat ik dacht van, oh, dit is zo heerlijk. Dit ga ik waarschijnlijk nooit meer meemaken. Ja. Het was fantastisch dat je in een proces zit. Ja. Dat je eigenlijk denkt van, de rest maakt me niet meer uit. Ik wil alleen maar dit. Oh, wat goed. Heb je dat wel eens gehad? Ja, heb ik wel eens. Ik lach wel eens om mezelf. Dat is ook heerlijk, hoor. Maar dat kan ook niet anders, toch, bij je werk? Als ik iets heb en dan dat je hikkend, dat de pen ook een beetje hoekiger wordt, van het lachen. En dan schaam je je ook weer. Denk je, man, stel je niet zo aan. Maar ik kan niet anders, weet je. Als ik voel, daar zit die grap in. Hij antwoordt nu dit. Ja, daar doe je het voor, hè. Maar dat is heerlijk, toch? Die toppen van geluk. Ook heel knap. Ik was ontzettend blij, bijvoorbeeld. Want je had er een heleboel, het prijsdier en noem maar op, en dit en dat, en dit en dat, en dit en dat. En daar komt 2 keer het veulen in voor.
En dat veulen... Ja, dat komt in je... Dat zit dus, dat ja. is niet voor niks. Ja, dat is, het veulen. Dat is toch fantastisch. Eerlijk. En de eerlijkheid van het geheel. Ja. Ja, eerlijk, het is heel passend... Eerlijk veulendrama. Sick. En zo staat het zou geschreven. Zo op de omslag kunnen, toch? En dat moet ik even met jou uitgeven. Ja, dat gaan we straks doen. Schrijf je graag over de liefde? Ja. Ja. Ja, ik ben een sentimentele fanaat daarin, hoor. Ik zeg het ook overdag wel, ik spreek het wel uit. Mm-hmm. Hè, wat hou ik toch van je? Maar over Barbara, mijn vrouw, en mijn kinderen, ja, en mijn kleinkinderen. Ik doe niks liever. Ik doe niks liever dan over die liefde schrijven. Ik heb het zelf zo gek gemaakt dat ik over mijn kleinzoon Roman, die heeft toen hij 3 was. Toen hij 3 was, heeft hij gezegd Epi, want zo heet ik dan, Epi. En Barbara heet Amy, dus hebben we niet zelf verzonnen, maar het is van hem. Toen hij 3 was, zei hij, Epi, ik ga met jou trouwen. Nou ja, je schiet toch vol. Dat schattig, dus ja. Dat was een episodes heb ik dat opgenomen. Episodes, dat is over de liefde. En dat verhaaltje heb ik het ja-woord genoemd. Wat de consequenties zouden zijn als ik inderdaad zou trouwen ja, als met mijn ja, kleinzoon. Zou zeggen. En hoe de bruiloft eruit zou zien, hè? Op de apenhul en zo. Ja, oh, dat wat ja, heerlijk. En dan neemt het idee je mee en dat gaat vanuit liefde. En dan, ja. dan lach je vanuit liefde. Niet alleen om de keet of de humor, maar dan zijn het meerdere psychische instellingen mm-hmm. die je... dwingen tot een zin. Maar heb je nooit een scène moeten schrijven over de liefde waarvan je dacht van, oh, dit vind ik heel lastig of dit is te moeilijk om te omschrijven. Want over de liefde schrijven kan ook behoorlijk intens en ingewikkeld ja. zijn. Ja, ja, het is. Hoe schrijf je een mooie liefdescène? Ja, het is een ode. Ja, maar ook de liefde. Veel over mijn honden en poezen heb ik ook bijvoorbeeld geschreven. Ja, dat is natuurlijk ook een hele grote... De liefde is ook bij scheppen, waar ze niks voor terugvragen, die je krijgt. En, ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie vorm van liefde, hè? Voor een dier. Ik heb dat natuurlijk met de koeien. Dat ik, fantastisch. Ja. Ik denk soms van, ja, ik schrijf niet... dit gaat natuurlijk ook een roman over de liefde, maar... ook over de liefde voor het dier, ja, voor de koe. Nou en of, die blik. Ja. Ze hebben ze weer zien dansen, eergisteren? Ik heb ze nog niet zien dansen, oh, ja, nee. Ja, maar ze, jij hebt, zijn ze, zijn, heb je ze al zien dansen? Ik heb ze zien dansen. Er stond een meisje viool bij te spelen in het, oh, in het Nederlands pondenlandschap. En de koeien. Oh, en ze wilde weer springen, maar het ging niet echt goed. Maar nee, dat gaat nooit nee, goed. Fantastisch dat gaat... is dat. Dat is het allerontroerendste. Ja, maar dat hè? Ja, ja. ja. Ja, dat, nou, ik werk dan af en toe op een boerderij en dan hebben we echt een soort van evenement geworden. De dag dat de koeien naar buiten mogen. Komen er ook bezoekers? Er komen de bezoekers. Kijken, mensen vinden het, die worden er zelf ook vrolijk van. Ja, ja, van, ja. Van die gekke sprongen. En met een poes en een hond, die aaien nooit woordeloos. Hè, nee, liever, dat... is het dan? Ja, dus gewoon, dan krijgt u het op wel. Ja, maar dat doe ik ook in het landschap met een koe. En ja. met een paard. Ja, of een dwingt meerkoet. Je tot je liefste geluiden. Ja. ja, ik zeg ook altijd meerkoetengedag. Meerkoeten? Ja, ik vind het nou hele leuke beesten. Ja. Maar dat zeg ik ook altijd hooi tegen. Ik acht de dieren, Marieke. Oh. Ja, toch? Er is een YouTube-filmpje is er weer van de snijdervogel. Ooit van gehoord? Nee. Aziatische vogel, snijdervogel. Ongelooflijk, moet je intikken. Dat is de moeder. De kleintjes zijn er nog niet. Maar hoogst zwanger gaat zij van een bepaald palmblad een zakje maken. Een zakje maken. Zonder handen, hè? Ja. Handen op de rug moet je eens proberen met je mond alleen. Dus dat blad zo. En dan vouwt ze het om. En dan prikt ze er met de snavel een gaatje in. En dan heeft ze een steeltje van diezelfde plant. Dat trekt ze door dat gaatje. En dan bindt ze het aan de onderkant dicht. En dan is het een zakje waar die kleintjes in zitten. Je gelooft het niet, joh. Ja, dat is toch... Dat vind ik ook... Dieren, ja, dat is toch prachtig. Het leven is te kort om alle dieren te kennen. Ik heb zo ook zo'n boek van over dierenweetjes. Maar de meest grappige... zijn bijvoorbeeld ook vogelsoorten die, als ze in gevaar zijn...
dan kotsen ze zichzelf onder. Omdat ze dan minder aantrekkelijk zijn. Nou, dat vind ik dus een heel leuk mechanisme, verdedigingsmechanisme. Maar dat is, dieren zijn zo slim en zo. Ja. Ja. En over die aantrekkelijkheid gesproken, Attenborough natuurlijk, onvolprezen. Mm-hmm. Dat zangvogeltje, die vijf mannetjes die op een tak zitten. En het ene vrouwtje zit of 10 centimeter achter. En dat luistert heel ingespannen. En die mannetjes die zingen dan om beurt hun mooiste fluitje. Dus, en dan sluiten ze ze weer achteraan. En dan is nummer 2. En het vrouwtje maar denkt van... Volgende. Het leven is te kort om al die wonderen te genieten. Ja, mooi. Wie moest er? Volgens mij... Nou, ik ga gewoon een vraag stellen. Ik weet het niet meer. We waren zo fijn aan het praten. Over welk onderwerp zou je nog willen? Ik heb wel een leuke trouwens. Ah. Welke pagina's uit je oeuvre betekenen het meest voor je? Welke pagina's? Je hebt natuurlijk een gigantisch oeuvre. Dat is best lastig kiezen misschien. Godje, jeetje. Of welk boek is het belangrijkst voor je? Ja, ik ben het slagveld overziende. Ben ik het meest tevreden over Hartstochtjes. Hartstochtjes is een dikke pil. En dat zijn, versla ik reizen naar dingen die mij interesseren. Of het nou een schilder was of een architect. Hartstochtjes. En dan heb ik samen met de onvolprezen Piet Schreuders, fantastische ontwerper, die altijd onze bescheurkalender ook ontwierp, een boek gemaakt dat 2,5 kilo weegt. En dat heet Karrevracht de Pennenvruchten. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden over. Dat is... Wat maakt die tevredenheid? Wat is er? Nou, omdat het toch heel, heel kinderlijk, maar de hoeveelheid. Dat ik me afvraag, mijn hemel, wanneer heb ik dat dan gedaan? Die 2 kilo, dat is... Ja. En ook omdat het zo mooi amateuristisch is... Is het begin. Je ziet hoe dat verloopt en schoolteksten van toneelstukken en dat loopt zo allemaal uit. Was dat de vraag? Ja, dat klopt. Dat was de vraag. Ik zat even na te denken. Je had net een vraag aan mij van welk onderwerp wil je nog schrijven, maar hoe zit het bij jou? Want als je zoveel boeken hebt geschreven, is er dan nog iets wat je graag wilt schrijven? Niet denk van, dat zou ik nog... Ik weet niet wat ik nog tegen ga komen. Ik weet ook niet hoe ik met eventuele sterfgevallen die er nog plaatsvinden zou om moeten gaan. Het idee dat Barbara zou overlijden, dat is onbegrijpelijk, onverdraaglijk... En als ik nu heel ver ga in het schets van wat liefde is, dan verklap ik je dat ik weet dat Barbara denkt, laat hij in godsnaam als eerste doodgaan. Want hij redt het niet alleen. En dat is zo. Dat is, ja. Alleen ben ik nergens. De laptop, de telefoon, dit is allemaal... Dit doet er allemaal niet. En dat laat ik me al te graag aan haar over. Ja. Maar dat bestaan zonder haar is mij ondenkbaar. En ik heb over de dood van mijn moeder geschreven, de dood van mijn vader en de dood van mijn hond en de dood van mijn poes. Dat is natuurlijk een hele, misschien een gekke vraag, maar zou je kunnen schrijven? Nee, stel ik denk over de dood niet. Van je vrouw. Ik denk het niet. Misschien, in ieder geval, schrijven, het is zo ambachtelijk gaan zitten dan elke dag van dat tot dan. En dat ik zou een lange boswandeling gaan maken langs hopelijk een hoop koeien en meerkoeten. En die mijn verdriet meedelen en dan misschien één sonnet overschrijven. Een vers. Ja. Maar om te gaan zitten en dan zo, vandaag ga ik weer door met de dood van mijn oom of tante. Dat kan niet. Maar is het wel zo ooit geweest dan, dat je de dag van nu ga ik zitten en... Ja, maar met Annie. Dat was over de dood van mijn moeder. Mm-hmm. Daar ben ik gaan zitten en ben ik blijven zitten. 3 dagen met Pep en zo. Dat moest in 1 keer. En is dat bij het bijvoorbeeld bij het boekenweekgeschenk? Ja. Dat is een opdracht die je eigenlijk min of meer krijgt. Ja. Hoe werk je dan? Want is dat... Dan moet je ook gaan zitten en gericht gaan. Ja,
Ja, het is een thema. Want als ik de verrekijker. Dat is allemaal waar wat erin staat. De geschiedenis van de verrekijker. Mm-hmm. Dat ik papieren van mijn vader enzovoort enzovoort. Tweede Wereldoorlog. Maar ik weet niet of dat ook het thema van de Boekenweek was toen. Tweede Wereldoorlog. Weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet ook niet meer wat het thema was van toen. Maar. Maar goed, dan. Maar dat is wel. Dan ga je wel zitten en dan ga je. Dan denk je dus van ik ga tot zo lang ga ik schrijven en dan ga ik naar buiten. Of dan ik denk niet tot zo lang. Nee, ik denk tot. Ik blijf zitten tot het. Zolang het lekker zolang gaat. Zolang het lekker duurt. En je verzint ook allerlei uitvluchten om het niet te hoeven doen. Hè, dan voor te gaan zitten. Hè, Bart, zijn die potloden nog niet geslepen? Nou, gaan we 20 potloden slijpen en zo. Dat soort dingen. Dat kussen. Wat is dat? Even een rol. Kussen. Zeg, Bart, mag ik dat kussen van de woonkamer? Ja, oké. Okay. Even uitgesteld weer. Intussen weer denken. Dat helpt. Ja, het is wat. Je durft wat hoor, als je gaat schrijven. Je verbeeld je wat. Absoluut. Potverdorie. Ja, die mensen die dat moeten gaan lezen allemaal. En... Denk je aan de lezer als je schrijft? Ja, kan ons niks schelen. Nee. Sorry? Denk je aan de lezer als je schrijft? Nee, denk niet aan de lezer. Soms denk ik wel, wacht even, dit zou Wim wel een leuke alinea vinden. Dus dan denk je aan Wim? Ja, denk je toch een beetje, ja. Maar ik zit nu bijvoorbeeld, mogen we nog even? Natuurlijk, we hebben nog. Ken jij Martin Dugard, Roger Martin Dugard? Dat is de schrijver van Les Thibauds. Dat gaat over een Franse familie met alle Franse makkers. Mm-hmm. En die Roger Martin Dugard heeft de Nobelprijs gekregen voor de literatuur in 1937. En ik ben daarin begonnen. En het zijn 900 pagina's. Dat is het eerste deel. En dan denk je, potverdomme, dan moet ik een hoop laten liggen. En dit, maar ik kom hier niet meer uit. Ik blijf in dat boek. En ik heb dat eerste deel bijna uit. En het tweede deel is 1200 pagina's. En daarom, het wordt al maar meer en meer. Maar dat ging ook in de verrekijker, was ook in de Frans boek bezig, toch? Was dat een andere boek? Oh, nog niet Les Thibauds. Nee, oké, was een ander. Maar je houdt dus wel van de Franse. Ja, Over vogels gesproken en dier Jean-Henri Fabre bijvoorbeeld. Ja, daar schrijf je in. Ja, Fabre. Ja, fantastisch. Moest je ooit in die maar hoe ben je zo met de Franse taal? Of met de Franse schrijvers? Wij gingen in de jaren 50 met onze ouders. Mijn vader was vertegenwoordiger. Dus die had een auto van de zaak. En daar gingen wij mee naar Zuid-Frankrijk. En bij de Belgisch-Nederlandse grens deed hij zijn hemd al uit. Hij was goed gebouwd en zo. Mm-hmm. Dan zat hij bloot bovenlichaam achter het stuur, want dat was vakantie. En dat was het Frankrijk dat nog niet overbevolkt was door toeristen, maar dan op een camping en dan met z'n vieren in zo'n tentje. En dat was mijn eerste ervaring van een buitenland en die taal en die zangerigheid. Teksten van Aznavour bijvoorbeeld, die zijn geniaal en dat soort dingen. Die Franse chansonkunst hou ik erg van. Heb jij heel veel Franse zomers gehad als kind? Ja. Orangina. Hele dag uitkijken naar dat flesje Orangina om 5 uur bijvoorbeeld. Heerlijk. Geweldig. Moeten we stoppen? Ik weet het niet. We horen wel een toontje. Ik maak ze in sneltreinvaart. Hoe begin je met het schrijven van een nieuw boek? Gewoon gaan zitten. Ik ben nu bezig met een dichtbundel. Ik vind het heerlijk. Poëzie is eigenlijk ligt net iets dichter bij me nog dan de roman, denk ik. Maar ik ben net verhuisd. Dus ik heb nu alleen maar gedichten over pleistermortel en boeiborden. En alle verhuistermen komen nu in mijn gedichten gedicht voor. Ja, ja. Maar de poëzie, dat is heerlijk. Dus er komt eerst een dichtbundel. En dan ga ik weer verder met een nieuwe roman. Maar ik denk dat je dat ook wel herkent. Dat je gaat zitten. Ik werk het liefst 's ochtends. Ja. En dat je dan toch het mooiste mag doen wat er is. Om te gaan schrijven. Ja, beter kun je niet bezig zijn. Nee, dat is toch, heerlijk. Nee, dat is, nee. Door dat ons te laten meeleven. Ja. Welke Nederlandse dichter heeft jou voor het eerst geraakt? Dat is Anne Enquist. Oh ja. Ja, ja snap ik. Jongen. Waanzinnig. Ja. Natuurlijk thema's als rouw en de dood. En die kan zij als geen ander beschrijven. Judith Herzberg?
absoluut. Okay. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, en ook, ja, pas later eigenlijk wel ook een beetje de, ook wat hedendaagse, dus de Astronomie per Queen, vind ik ook heel, vind ik heel goed. Remco Kampen natuurlijk, ja. Lucibet, ja, het kwam langzaam, kwam alles voorbij, maar ik ben echt bij Anne Enquist, is het voor mij begonnen. Ik dacht van, kennen de taal van de Bijbel, ja, dat is natuurlijk, ja, dat is de voor mij de mooiste taal. Ja, die ken ik dus helemaal niet. Niks. Ook niet, heb je nooit later ook... Nee, Remco, over Remco terug te komen, die zegt... Ja, ik ben nu de Bijbel aan het lezen. Hij zei, ik kan toch niet doodgaan, 92, en niks van de... En dan nooit de Bijbel hebben gelezen. Precies. Maar staat het ook dan nog op jouw verlanglijstje om ooit... Of denk je zoiets van... Nou, ja, dan moet ik Let Thibault laten vallen en Fabre laten vallen. Ja, dat is ook Ik sla hem wel af en toe open, maar daar kan je niet aan te beginnen meer. Je hebt nu tegenwoordig een app. En dan krijg je dus af en toe het Hooglied binnen. Oh ja. En dat, nou, het Hooglied is wel prachtig. Oh, okay. Dus dat kan ik ook nog aanraden. Fijn. Om de Bijbel-app. Dankjewel. Dankjewel. Het was heerlijk.